grote zeeboot wordt geladen met ijzer. Een kleine binnenvaartboot wordt gelost van ijzer, zoals je ziet. De zeeboot wordt geladen met twee kranen. Eén staat op de wal en de ander is een drijvende. Dat is Stees. Dit was vroeger de Kil in Dordrecht. Liep zo door naar de Oude Maas, maar is vroeger een dijk aangelegd. Naar het Duivelseiland. Het duurt dagen voordat de zeeboot vol is.
Dit is een blik op de Wilhelminahaven. Ik sta nu op het terrein wat vroeger de Fokker was. Vliegtuigenfabriek Fokker. Langs de Mijlweg. Nu is er een woonboulevard met Gamma en Jusk. Vroeger was het strengste verboden om hier op de trein te komen. Er liepen altijd portiers en wakers. Het laden van dit zeeschip met ijzer is bijna voldaan. Ik denk dat hij geladen wordt tot die rode rand. En dan is hij vol. Ik heb dagen geleden ook al een filmpje gemaakt. Meestal gaat het ijzer naar China. Dit is de andere kant wat vroeger de Kil heette. Daar hebben ze nu deze dam neergelegd. Vroeger was dit het Duivelseiland. Nu zit het groot bedrijf van Janssens erop, metaalhandel.